Vandaag butter chicken van de barbecue. Een waanzinnig gerecht om te maken in een Dutch oven, dus daarmee perfect voor de barbecue. Ik ben onwijs benieuwd. Ik kan eigenlijk al niet wachten om te gaan beginnen, want nou ja, er staan hier allemaal verse kruiden waardoor mijn zintuigen al helemaal worden geprikkeld. We gaan straks een heerlijke romige saus maken waar vervolgens de kip in gaat. Nou, ik heb me laten vertellen dat het een waanzinnig recept is. Ga je die met me mee? We beginnen met het snijden van de tomaat en de ui. Je hoeft het niet super fijn te snijden, mogen redelijk grove plakken zijn. We gaan het straks toch aanbakken en inkoken. Het is belangrijk dat je dezelfde hoeveelheid ui aanhoudt als de tomaat. En in ons geval gebruiken wij 7 tomaten. Dus we gebruiken ook 7 uien. We gaan een gember knoflookpasta maken. En hiervoor hebben we nodig een stuk gember en ongeveer 4 teentjes knoflook. En die gaan we mooi fijn vijzelen. Nu gaan we het vijzelen tot het een mooie pasta wordt. Nou, dit zetten we even opzij. Dit hebben we straks nodig voor de kipmarinade en de saus. We hebben een kilo kippendijen. We hebben bewust gekozen voor kippendijen. Omdat ja, kipfilet is wat droger. Zeker omdat we het straks gaan inkoken. Is kippendijen werkt gewoon ontzettend mooi. Het is wat meer vet, dus we gillen dat straks mooi aan. Daardoor hoeven we het ook niet schoon te maken. Het is gewoon ontzettend smaakvol. Nou, snijden we stukjes van ongeveer 3 bij 3 centimeter. Zo, gaan we even de plank omspoelen, dan kunnen we weer door. Dan gaan we de kip lekker marineren. En hiervoor hebben we nodig 3 eetlepels Griekse yoghurt, 1 eetlepel gember knoflookpasta, 3 theelepels komijn, 3 theelepels garam masala, 3 theelepels koriander en 2 theelepels chilipoeder. Nou, als je lekker van spicy houdt, kun je er natuurlijk ook daar 3 theelepels van in doen. Sap van een halve citroen. Oh, waanzinnig. Lekker al die geuren, die specerijen. En een scheutje olijfolie. Ik vind het nu al aanraden, alleen al qua geuren. Nou, zetten we het even weg, zodat het lekker kan intrekken. En dan gaan we beginnen met het maken van het naambrood. En dat gaan we vandaag zelf maken. En dat doen we op basis van 300 gram bloem, 125 ml warm water, 100 gram Griekse yoghurt, een theelepel suiker, een theelepeltje zout en een klein beetje gist. En een scheutje olijfolie. Nou, we maken hem eerst naturel en als hij straks op de barbecue gaat, dan lakken we hem in met een heerlijke verse koriander knoflookolie. Dan gaan we het goed door elkaar heen mengen. Zodat het zo meteen een mooie, ja, beetje een volle deegbal gaat worden. Ja, dan dekken we de kom af met een natte theedoek. Dan zetten we hem warm weg en dan laten we hem rijzen tot de inhoud ongeveer is verdubbeld. We gaan de kip mooi aanbakken in de Dutch oven tot het mooi goudbruin is. En dat doen we op een barbecue temperatuur van 180-200 graden. We garen de kip nu nog niet helemaal door. We zorgen alleen voor dat hij mooi op kleur komt en daarom bakken we hem rondom goudbruin. Het doorgaren komt natuurlijk straks pas mooi in de saus. De kip is mooi goudbruin van kleur. Is klaar. Dan halen we eruit. Nou, de kip is wat aangebakken. Er zit nog wat vocht en wat aangebakken kip in de Dutch oven. Maar dat laten we lekker zitten. Dat is ontzettend smaakvol. Voor zometeen voor in de saus. Nou, dan doen we lekker wat boter in de pan. En dan voegen we het laatste beetje van de gember en knoflookpasta toe. Fruiten we even kort aan. Voegen we de ui toe. Fruiten we lekker mee. Zo, de uien worden mooi glazig. Kunnen we de tomaten toevoegen. Dan voegen we de specerijen toe. Dus dezelfde hoeveelheid als dat we door de kipmarinade hebben gedaan. Ja, de garam masala en het chilipoeder hebben we er zojuist in gedaan. Voegen we de koriander toe en het komijn. En als laatste voegen we 150 gram cashewnoten toe. Dan roeren we goed mee. Voegen we water toe. We laten het nu inkoken tot het wat dikker is geworden. Dan gaan we zo meteen gaan we met de staafmixer er doorheen en dan blenden we het eigenlijk totdat het een mooi, ja, wat dikkere saus is geworden. Oeh. Ja, dat ruikt echt al heel lekker. Dan gaan we met de staafmixer gaan we het fijn pureren.
voegen we de kip toe. Voegen we 150 gram roomboter toe, dat maakt hem zo lekker smeuig. Dan roeren we het goed door, zodat alle roomboter mooi zo meteen is weggesmolten. Sluiten we met de deksel de Dutch oven af. U kan de kip lekker verder doorpruttelen, lekker doorgaren. En dan kunnen wij ondertussen vast de naambroodjes gaan maken. Verdelen we wat bloem over de plank. Drukken we even het lucht eruit. Eén, twee, vijf, zes, zeven, acht. Dan gaan we de knoflook korianderboter maken voor het naambrood. Laten we de rest van de boter lekker smelten. Voegen we de knoflookjes toe. En de blaadjes van een paar takjes koriander. Leggen we de naambroodjes, het naamdeeg in de skillet. Nou, het voordeel hiervan is dat het maar heel kort hoeft te bakken. Ongeveer 2 minuutjes aan elke kant. Oh, dit ruikt wel echt waanzinnig lekker, hè? Oh, dat ruikt fantastisch. Zo, eindelijk klaar. Nou, ik kan niet wachten om het te gaan proeven, dus laten we snel het bordje gaan opmaken. Zo, ik ben heel benieuwd. Oh, waanzinnig. Wat een smaakexplosie in mijn mond. Echt die verschillende specerijen, boterzachte van de kip. En natuurlijk de boter wat erin zit. Oh, fantastisch. Oh, lekker. Beetje spicy ook. Ik word hier zo gelukkig van. Ontzettend lekker. Ik vind het naambrood echt ook waanzinnig. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou lukken. Nou, echt super top. Dit is echt een aanrader om thuis te maken en je hebt gezien hoe eenvoudig het was. Mocht je nog wat dingetjes zijn vergeten, check dan hieronder even de link. Daar staat het hele recept uitgeschreven. Vond je dit nou een leuke video en ben je heel benieuwd hoe dit smaakt? Doe dan even een duimpje omhoog. Laat even een reactie achter in de comments. En niet vergeten te abonneren.